Universiteit van Nederland. Mindfulness. Voor de een een levenswijze. Neem even een moment om je naar binnen te keren. De ander vindt het maar vaag. Voel die strekking door de armen heen. Forceer niets. Hoe zit het nou? Is mindfulness zweverig gedoe of kan het echt je leven verbeteren? Als je het doet, werkt het. En we hebben dat wetenschappelijk ook kunnen bewijzen. Dat mindfulness helpt bij tal van klachten. Klachten van angst of depressie of ADHD. Maar het gaat ook om kwaliteit van leven. En het gaat bijvoorbeeld ook over lichamelijke klachten zoals pijn of slapen. Dit is psychiater Anne Spekkens van het Radboud UMC. Een van de grondleggers van wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness in Nederland. Wat we zien is dat echt dingen in de hersenen, zowel in de activatie als in de structuur van de hersenen, verandert. Dat zijn dan dingen die met emotieregulatie te maken hebben. En we zien ook dat de hersengebieden die bijvoorbeeld te maken hebben met piekeren of dat malen, dat mindfulness daar een effect op heeft. Over de werking in je hersenen en ander wetenschappelijk onderzoek hoor je straks meer. In deze aflevering volgt de Universiteit van Nederland een mindfulness training. Jullie mogen op je matje komen staan en voel dan het contact van je voeten met de ondergrond. We leren waar mindfulness vandaan komt, wat het met je doet en wat het is. Mindfulness wordt meestal gedefinieerd als met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu. Dat het eigenlijk gaat om alles wat je tegenkomt, of het nu gedachten zijn of ongemakkelijke sensaties in het lichaam, om die te nemen zoals het komt. Een van de dingen die mensen vaak denken is dat ze een leeg hoofd moeten hebben en geen gedachten. Nou ja, dat kan je schudden. Nog zo'n misverstand is dat mindfulness ontspannend en leuk moet zijn. Er komt natuurlijk toch ook echt de spanning en de ongeduld en de verdriet soms of angst tegen. Die je misschien op andere momenten een beetje buiten boord probeert te houden. Daar moet je tijdens een mindfulness training doorheen. Ook als je een oefening raar vindt of stom. Zoals de klassieke oefening met een rozijn. Als je het hebt over de reputatie van mindfulness als een vaag iets, dan is dat vaak iets wat mensen zeggen, met die rozijn zeker. De oefening gaat eigenlijk als volgt, dat je wordt uitgenodigd om twee rozijnen die je krijgt te onderzoeken alsof je die nog nooit eerder hebt gezien. En de tijd nemen om te kijken hoe het eruit ziet. Ja, bruin en met wat donkere stukken. Soms een beetje licht, roodachtig, rimpelig. Wordt voelt. Een beetje plakkerig, of dat het veerkrachtig voelt, hoe het ruikt. Dus allerlei zintuigelijke waarnemingen waar je normaal eigenlijk niet zo de tijd voor neemt. En het staat feitelijk symbool voor dat je aan een heleboel dingen voorbij gaat. Maar ook dat je in het onderzoeken van zoiets jezelf ook kan tegenkomen. Dat je allerlei oordelen of ideeën hebt van anderen die jou hier zien zitten, wat zij ervan vinden. En dat zijn allemaal van dat soort gedachtes. Dus het is een hele kleine oefening die eigenlijk in zichzelf al heel veel van de mindfulness training laat zien. We moeten wat vaker stilstaan. Even tijd nemen om een wandelingetje te maken, of even te zitten, of even niks te doen, of even niet op je telefoon te zitten. Dat helpt om in te tunen van, hoe voel ik me eigenlijk? Oké, maar we willen de feiten horen. Hoe wetenschappelijk onderbouwd is dit nou allemaal? En kloppen die onderzoeken een beetje? Als je een mindfulness training wil onderzoeken, net als elke andere interventie eigenlijk binnen de psychologie of de gezondheidszorg, dan is de gouden standaard, zoals dat wordt genoemd, om dat te doen, een gerandomiseerde trial. En dat betekent dat je mensen door het lot toewijst aan ofwel de mindfulness training ofwel een vergelijkingsgroep. En een vergelijkingsgroep kan de gewone zorg krijgen, niks anders, of die kan een ander soort training krijgen. En dan kijk je aan het eind of je verschillen vindt in psychische klachten bijvoorbeeld, of kwaliteit van leven tussen die twee groepen. En omdat je ze door het lot hebt toegewezen aan die beide condities, is je veronderstelling dat alle verschillen die je aan het eind vindt, dat je die ook kunt toeschrijven aan de mindfulness training. En dat is ook zoals de afgelopen jaren steeds meer de mindfulness is onderzocht. Nou, daar zie je dan dat bijvoorbeeld de depressieve klachten afnemen, of dat de kans op een nieuwe depressie in die groep minder groot is als je ze een jaar volgt dan degene die de mindfulness training niet hebben gedaan. Of je ziet dat ze een betere kwaliteit van leven hebben. Een effect op de afname van depressieve klachten en het voorkomen van nieuwe depressies. Hoe dat precies kan, wordt inmiddels ook onderzocht door te kijken naar het brein. In een van de gebieden in de hersenen waarvan we zien dat mindfulness effect heeft, is de sensory cortex. Is het gebied wat te maken heeft met lichaamsgewaarzijn. Die wordt beter ontwikkeld
Als mensen ook beter in staat zijn om die lichamelijke sensaties gewaar te worden. De gebieden die te maken hebben met emotieregulatie worden beïnvloed. Dus de amygdala, dat is een gebied wat actief is bij angst en bij spanning, dat wordt minder actief. En de prefrontale schors, die van doen heeft met het reguleren van de aandacht en het onderdrukken van stimuli die afleiden, wordt actiever. Een laatste gebied wat vrij consistent te maken heeft met mindfulness of beïnvloed wordt door mindfulness is de default mode network. Wat geassocieerd is met het piekeren of het genereren van spontane gedachten en met piekeren en malen. Mindfulness is inmiddels onderdeel van de gezondheidszorg en wetenschap. Maar het begon ooit in het boeddhisme. Het boeddhisme zelf heeft zich natuurlijk vanuit India, waar het zich heeft ontwikkeld, ook door Azië verspreid in de loop van de tijd. Nou, ik denk de laatste tientallen jaren ook in het Westen. En uit die belangstelling is mindfulness ook geboren. Dus mindfulness is eigenlijk een soort aanpassing van die traditie aan onze westerse cultuur. De principes daarvan die komen ook terug in de mindfulness training zoals we die geven. En die gaan wel over het leven zoals het leven is. Dat alles eigenlijk tijdelijk is. Soms is dat prettig dat er een eind komt aan een interview voor de camera. En soms is het helemaal niet prettig als geliefden een ziekte krijgen of als mensen overlijden waar je van houdt. De belangstelling voor deze denkwijze vond zijn weg naar de gezondheidszorg via wetenschapper Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn was zowel moleculair bioloog, maar ook iemand die mediteerde. En die wilde zijn ervaring die hij opdeed in het mediteren ten goede laten komen aan een grote groep mensen in de gezondheidszorg die bijvoorbeeld kampen met chronische pijn of met onverklaarde klachten. En die heeft de mindfulness-based stress reduction ontwikkeld. Een training die ontdaan werd van alle boeddhistische vaktermen, zou ik maar zeggen. En dan heb je een drietal cognitieve gedragstherapeuten, psychologen uit Engeland en Canada. Dat zijn Mark Williams en John Teasdale en Zindel Siegel. Die zijn feitelijk ook begonnen met het wetenschappelijk onderzoek. Zij ontwikkelde de mindfulness-based cognitieve gedragstherapie. Stel je voor dat de kruin zich als het ware kan openen. Een combinatie tussen de reguliere cognitieve gedragstherapie en de principes uit mindfulness. En dat je via de kruin kunt inademen. Die training is onder andere bedoeld om patronen bij jezelf te herkennen. En op die manier de adem in, door en uit het lichaam laten stromen. Zoals bijvoorbeeld de neiging om dingen te vermijden. Of de neiging om juist ontzettend je best te gaan zitten doen. Dat is voor ieder van ons verschillend. Maar dan ga je dat soort dingen van jezelf ook herkennen. En doordat je er met wat meer afstand naar kijkt, kun je je ook af gaan vragen van, is dat nou behulpzaam of minder? En kan ik eens proberen om op een andere manier met dingen om te gaan? Of toch dingen aan te gaan waar je bang voor bent? Of allerlei compensatiemechanismen die we ons vaak ook eigen hebben gemaakt. Overal goed in willen zijn of overal de best in willen zijn of altijd maar aardig gevonden willen worden, om dat eens een tandje lager te zetten. Die drang naar perfectie is iets wat Anne niet alleen ziet bij individuen, maar in de hele samenleving. Dat streven naar die populariteit en naar er goed uitzien en naar slagen in het leven. En ook onze neiging om maar niet te praten over wat moeilijk is, dat is ook een maatschappelijk patroon. Mindfulness kan helpen die patronen te verbreken. Anne legt het uit aan de hand van een wel heel herkenbaar voorbeeld, piekeren. Alles wat we voelen of denken, denken we dat is waar. Maar dat is helemaal niet zo. Als je wordt geleerd om bewust te zijn van een ervaring, de lichamelijke sensaties, de emoties, maar ook de gedachten, heb je van jezelf eerder door dat je in het piekeren of het malen schiet. Dat relativeert eigenlijk al meteen. En als je het weet, kun je er ook anders mee omgaan. Te denken, het heeft nu geen zin als ik 's nachts in mijn bed lig om te gaan zitten piekeren over hoe dat morgen zou gaan. Dus aandacht naar de ademhaling en het lichaam wat hier in bed ligt. En dat helpt dan om dat ook te doorbreken. Wie weet kan mindfulness je een handje op weg helpen. Dan moet je het volgens de wetenschap wel iets vaker doen dan één keer een meditatieoefening. Uiteindelijk is het idee dat je het toch op een of andere manier in je leven integreert. En dat je op een andere manier in het leven gaat staan als daarvoor. Vanwege de positieve effecten die onderzoek laat zien, vindt Anne dat mindfulness een plek verdient als onderdeel van psychische zorg. En als je zelf wilt beginnen, dan heeft ze ook een aantal tips. Vast moment helpt wel om het te blijven doen. Een vaste plek ook. Als het een keer niet lukt, niet meteen stoppen, maar gewoon de volgende dag weer opnieuw proberen.
Wat ook helpt, is een buddy te hebben. Ik hou contact met jou, hou jij contact met mij over hoe het gaat. En laat weten als je geoefend hebt. Een laatste ding wat denk ik ook heel erg kan helpen is een beetje variëren. Met aandacht bewegen. De yoga is dat beter, dat je beter ligt met aandacht lopen. Of de informele meditatie. Dat als je bijvoorbeeld naar huis fietst van je werk, dat je dat gebruikt. Om met je aandacht bij het fietsen te zijn. Mindfulness kan dus via begeleide sessies zoals de training in deze aflevering. Maar als je het in je leven inbouwt, kan het eigenlijk bij alles. Al is het afwas of de strijk of voorlezen aan je kind. Of om dat met aandacht te doen. En dat is net zo'n goede beoefening als naar een meditatieoefening luisteren. Met aandacht iets doen. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze begeleide reis door het lichaam. Dankjewel Anne en natuurlijk ook de collega's die de mindfulness training geven. En jij? De ogen weer openen en dan heel rustig weer overeind komen. Tot de volgende. Hoi, ik ben Anouk van de Universiteit van Nederland. Nou, jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Maar wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. Wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. Jij kan ons helpen door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf weer. Tot volgende!